Afgelopen maandag was alweer de vierde editie van het Futisala Kamper zaalvoetbalkampioenschap. Vanwege de groeiende belangstelling van de zaal- en voetbalteams voor het evenement, was er naast het hoofdtoernooi ook een voortoernooi in het leven geroepen. De teams van VV Kampen, Serenbroek, Wilsum en Lotria gingen dinsdag 22 december de strijd met elkaar aan voor twee plekken in het hoofdtoernooi. Alotria en Serenbroek zijn daar als winnaar uitgekomen. En afgelopen maandag werd dan ook het hoofdtoernooi. De eerste wedstrijd werd gespeeld door Go Ahead Kampen tegen KZVV 75. En dat werd 1-1. De tweede wedstrijd was voor SVI tegen Serenbroek. En dat werd 3-0. KAC moest tegen DOS Kampen en dat werd 2-0. Futisala tegen Alotria maakte 2-2. Go Ahead Kampen tegen SVI maakte 0-1. KZVV 75 tegen Serenbroek maakte 1-0. KAC Futisala maakte 2-0. DOS Kampen tegen Alotria maakte 2-3. Serenbroek tegen Go Ahead Kampen werd 2-0. KZVV 75 tegen SVI werd 2-2. Alotria tegen KAC werd 1-3. En Futisala tegen DOS Kampen werd 6-0. In de halve finale troffen we de partij SVI tegen Futisala en dat werd 2-1. En in de tweede pool werd dat KAC tegen Serenbroek en dat werd ook 2-1. En uiteindelijk werd om 4:15 de finale tussen KHC en SVI gespeeld. En dat eindigde uiteindelijk in een eindstand van 5-1. Yeah!
Ibrahim. Finale 5-1 overwinning op SVI. Ik heb niet alles van de voorbereiding gezien, maar waren jullie het beste team? Ja, als je alles wint, dan ben je het beste team. In de pool ging het best aardig. We hadden eerst twee wedstrijden 2-0, daarna 3-1. Dus dat ging wel prima. In de halffinale hadden we wat moeite. Met Zeerenbroek werd kantjebord 2-1. Dus toen wisten we dat we voor de finale volle bak moesten. En SVI had ook nog niks verloren. Dus 5-1 misschien grote uitslag, maar was wel verdiend. Dat dacht ik ook, niet geflatteerd te noemen. Zeker niet. Hoe is het jou bevallen, zo'n wedstrijd weer even als tussendoortje in de zaal? Ja, leuk. Ik voetbal zelf ook in de zaal in Zwolle af en toe. Met het team zitten we ook bij SVI in de competitie met de jongens. Maar dit soort toernooi vind ik altijd mooi om te doen. Veel publiek komt erbij kijken. Iedereen doet leuk mee. Ja. Ik wil hem toch stellen, misschien dat sommigen het niet leuk vinden. Jullie waren op volle oorlog sterk, als ik dat zo mag noemen. Andere kampenclubs lieten het een beetje afweten, jammer. Ja, volle oorlog sterk. We hadden twee keepers in het veld. Dus ik weet niet of dat volle oorlog sterk is. Maar we hebben gewoon in het elftal gevraagd van wie willen er meedoen, jongens. En dit kwam eruit. En ik weet niet of de andere teams dat ook zo hebben gedaan. Maar het is inderdaad jammer dat ze niet met sterkste elftal kwamen. Ja, want het is jammer. Mensen komen toch altijd kopjes kijken. Natuurlijk, ja, tuurlijk, daarom. Maar ja, voor ons is overwinning niet minder lekker. Daarom. Wil ik toch even overschakelen naar het veldvoetbal. Het duurt nog drie, vier weken voordat jullie weer de wei in mogen gaan. Voor de winterstop even een dip gehad. Laatste wedstrijden ging weer beter. Ja, we hadden een missage tegen Bikwik. Daarna ging het iets minder. Een paar wedstrijden, ja, net, wel niet. En dan elke keer net niet. Maar de laatste wedstrijd voor de winterstop goed afgesloten tegen Dato. Dus dat was mooi. En ik hoop dat we die lijn ook door kunnen zetten na de winterstop. Het zal mooi zijn. Ik denk het wel. Wens ik je heel veel succes mee. Dankjewel. Arjan Bults, we zagen je hier weer lekker spelen. En op de tribune hoorde je, Arjan Bults gaat ook weer het veld op met KHC. Waarom? Nou, dat klopt. Nou, in eerste instantie was het omdat ik mijn studie moest afronden. En ik doe de KALO. Maar in de afgelopen jaren had ik wat pech met blessures allemaal. En daardoor kon ik mijn praktijk niet afronden. Dus die moest ik eerst afronden. Dus dat heb ik afgelopen half jaar gedaan. Nou, en nou dat uit de weg is, kan ik zelf weer vrij voetballen. En dan hoef ik me niet meer druk te maken om mijn studie. Heb je ook wat training, je fysieke conditie op peil gehouden? Of is de KALO dan voldoende? Nou, ik ben zelf wel gewoon bezig geweest in mijn vrije tijd dan. En dan ging ik vaak naar de sportschool bij Van Dijk. En dan de afgelopen weken heb ik al een paar keer meegetraind weer met KC. Dus zo ben ik een beetje weer erbij ingerold. Dus dat is prima. Om het mooi te zeggen, je moet alleen nog wedstrijdritme opdoen. Om het mooi te zeggen, inderdaad, dan moet ik alleen nog even wedstrijdritme opdoen. Ja. Kriebelde het zo erg dat je weer gewoon wilde beginnen en nu de mogelijkheid was, kon je weer beginnen? Nou, dat klopt, het begon inderdaad weer te kriebelen. Ik zat wel elke zaterdag, was ik bijna als de thuiswedstrijd van KC was ik aan het kijken. En dan merk je wel van, nou, de wedstrijden zijn zo leuk en die mis je zo erg. Dan heb je wel zoiets van, ik wil toch alweer heel snel beginnen. Maar ik moest even geduld hebben. Maar dat heb ik nu gedaan, dus nu mag het weer. In de zaal was er al weinig van te merken dat je de tijd eruit geweest bent, want je deed aardig mee. Nou ja, dankjewel. Nou, volgens mij ging het inderdaad redelijk goed. En aan het eind zie je dat het steeds makkelijker gaat. Je went ook aan de zaal dan dat op slicht. Dus voetballen verleven redden voor de rest natuurlijk nooit. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Ik denk straks weer beginnen vanaf de 23e. Het zal misschien beginnen zijn op de bank. Goed, dat is te begrijpen. Maar wel zo snel mogelijk in de basis zien te komen. Ja, tuurlijk. Dat is natuurlijk het doel. Je wil gewoon spelen die wedstrijden. En dan wil je niet op de bank blijven zitten. Dus dat is inderdaad het doel. Zo snel mogelijk weer terug de basis zien komen. Herman Oosterhaar, de trainer, die was waarschijnlijk ontzettend blij. Ja, die was zeker blij dat ik weer terugkwam. Dat heeft hij ook gezegd. En hij wou allemaal een hele tijd terug. Maar we wisten allebei dat we gewoon even wat gas terug moesten nemen om de studie eens af te ronden. Nou, dan rond ik hierbij ook dit gesprek af en in januari of vanaf 23 januari veel succes. Ja, dankjewel.